We zijn deze zaterdagmorgen in Leiderdorp, in de Bloemert. Waar zo meteen gezwommen gaat worden door sportwethouder Willem Joosten. Samen met Claudia van Swim to Fight Cancer Leiderdorp. Een evenement dat dit jaar eigenlijk niet doorgaat vanwege corona, maar ze willen er toch bij stilstaan. Dus een ludieke zwemtocht met twee deelnemers. Dit is het erepodium, dat hebben ze net een beetje veranderd. Namelijk op plek 3 bovenop komt Jip het Nijlpaard. Want dan zijn de nummers 1 en 2, de enige twee deelnemers, ook op 1,5 meter afstand als ze straks in het zonnetje worden gezet. Pas ze zo hard pakken. Ik ga zwemmen in de wetering. Voor het goede doel. Zijn je? Nee, altijd. Het leuke ding is altijd en voor het goede doel al helemaal. Dus dat doet wel maar help. Het is altijd leuk. Naast de twee zwemmen de deelnemers ook nog een supper. En ik zei het net al, Jip, het Nijlpaard. Gaat niet het water in natuurlijk. Zij wel. Het randje bleek glad. Dus Willem Joost lag iets sneller in de dwarswetering dan die van plan was. Daar gaat Claudia Hoogmoed van Swim Leiderdorp te water. De enige twee deelnemers dus, begeleid door een supper. En vanuit de lucht gaande geslagen door een drone. En dan gaan ze voor een enorme zwemtocht van 2 keer 25 meter. Want het gaat vooral om het idee. Een ludieke actie om aandacht te vragen voor Swim to Fight Cancer. De actie die dit jaar niet door kon gaan vanwege corona. Het zou de eerste keer zijn dat Leiderdorp eraan meedeed. Nou, dit was de generale repetitie van het jaar voor het Echi. Ja, iets meer oefenen. Ja, hij was leuk. Daar komt het erepodium. De sportwethouder wordt geïnterviewd door Sleutelstad. Het was dus dat de wind zo staat, hè? Ja, het is eigenlijk zo groot. Ja, oké. Eerste voor het eerst in mijn leven. Sportwethouder Willem Joosten. Krijgt een medaille. Nou, ik mag heel kort even ook voor de organisatie nog even iets zeggen. Toen jullie, even kijken, wanneer was het begin van het jaar melden, met jullie initiatief. We hebben dat ook in het klassencollege gelezen. En we vonden het heel leuk en bijzonder. Dus we willen daar sowieso graag medewerking aan verlenen. Leuk dat jullie ook initiatief hebben genomen om toch op de radar te staan. Ja. En we hopen jullie volgend jaar te kunnen verwelkomen. 29 augustus staat op de planning. Ja. Ja. Oké, dank jullie wel allemaal voor de komst. Nou, 29 augustus 2021 dan alsnog de eerste editie van Swim to Fight Cancer Leiderdorp in de dwarswetering.